Hij loopt. Ja, wat ga ik zeggen dan? Dat ik nu hier begin? Ja. Dat is toch raar? Niet verwacht. Dat ging echt als een... elk filmpje toen, ja, ging als een kanon omhoog. En 30.000 volgers, ja, we hebben het alleen maar durven dromen, maar het is werkelijkheid geworden. De wagen is vrijdag niet geladen. Dus Martijn Kuipers uit Schaag is gek op zijn vak. Op YouTube laat hij zijn volgers zien waarom. Het is mijn vrijheid en dat ik overal kom, ik zie andere mensen, ik leer andere mensen kennen en dat vind ik gewoon leuk. Dus, en ja, met die wagen gewoon rijden, ik heb er gewoon plezier in, je ziet van alles onderweg en ik ben ook gewoon blij met die auto. Ik geniet daar ook elke dag van. De vlogs zijn niet voor niets bedacht. Het moet ook nieuwe chauffeurs trekken. Met die filmpjes willen we laten zien hoe het is om bij Simbolozen chauffeur te werken. Ja, je kan het niet beter laten zien door het echt in beeld te brengen. Daarom laten we van A tot Z zien hoe een werkdag van een chauffeur bij ons eruit ziet. Jullie hebben nog steeds heel veel mensen nodig. Ja, we kunnen nog steeds wel heel veel chauffeurs gebruiken. We kunnen er zo 100 gebruiken, minimaal. Enig idee waar het succes vandaan komt? Ook bij Lars vandaan sowieso. Misschien mijn nuchterheid en gewoon. Het is goed, het zit goed in elkaar, vind ik zelf. Ja, weet je, zijn enthousiasme en passie voor het vak, dat straalt er vanaf. En hij kan heel goed vertellen over zijn werk, wat hij doet. Dus die filmpjes zijn informatief. Hij heeft goede humor. Hij schudt af en toe echt gewoon droge, maar wel echt leuke, goede humor uit zijn maken. Even een boomerang. Waar houdt dit op? Ja, geen idee. Dus dat gaan we wel zien. En ik hoop dat het gewoon zo nog doorgaat. En dat het eigenlijk de meeste reacties die ik krijg, dat is gewoon positief. Dus dat is leuk. En van positief krijg je ook weer energie. En dan heb je zin om door te gaan. Dus dat is gewoon tof. En waar het naartoe gaat, ik heb geen idee. Maar zolang het leuk is, dan gaan we gewoon door.